Ziezo, beste kijker. Welkom in alweer een volgende SJB Speak. We mogen, dat weet u, de academie zijn, kennisacademie zijn, die online zijn ding doet, samen met leerlingen die opnieuw worden uitgenodigd, die eens hier op SJB, op het college van Mol, op de banken zaten. En vandaag mag dat zijn Ben Jacobs. Hallo, dag Ben. Hallo, mijn naam is Ben Jacobs. Ik ben 3 jaar geleden hier afgestudeerd in wetenschappen wiskunde 8 uur. Het laatste jaar dat Jelle Lodewijks nog les heeft gegeven. Kijk eens aan. En toen ben ik de studie Burgerlijk Architect gestart in Leuven. Ja. Waar ik nu mijn bachelor heb gehaald en nog 2 jaar mijn master moet doen. Oei. Ja, aan de architectuur weg aan het timmeren dus. Ja. En je vertelde, ik ben niet alleen in die architectuurstudies gestapt. Nee, we zijn met 3 van onze klas hier in het 6e jaar naar daar gegaan. En we zijn er nog alle 3 bezig, dus ja. Dat is wel fijn. Ze zitten nog allemaal in het huis. Ja. Huizen tekenen, dat is het beeld dat ik van architecten heb, maar dat zal waarschijnlijk te eng zijn. Wat zijn zo de dingen die je vooral aanspreken in je studies, Ben? Ik ben begonnen met burgerlijk ingenieur te kiezen als eerste keuze. Ik had eerst gedacht om bouwkunde te gaan studeren. Ja. En dan moet je eigenlijk na het 1,5 jaar kiezen. Maar als je architectuur wilt studeren, moet je in het begin van je studies kiezen. Mm-hmm. Dus dat was eerst wel een enge keuze, maar ik heb dat dan toch gedaan. En ja, ik ben wel blij met de keuze nu. Ja, oké. Okay. Zeg, ik ben je eens gaan googlen en dan kwam ik uit bij een collectief waarin je actief bent. Existens, met een Z achteraan. Ja. Vertel eens. Ja, Existens is dus de jaarwerking van de eerste masterstudenten burgerlijk architect. Mm-hmm. Wij organiseren verschillende evenementen, zoals lezingen rondom architectuur of andere architecturale evenementen, maar ook kantussen of feestjes. Het tweede semester is er altijd de week van Existens, dat is wel het hoogtepunt waar we naartoe leven. Mm-hmm. Dan nemen we 1 week 1 locatie in Leuven om die terug op te leven. Alright, yeah. Dat komt eigenlijk van het idee om de leegstand in Leuven wat aan te klagen, om dan een week een locatie aan te pakken en te zien wat je daar kunt doen om dat terug mee op te leven. Ja. Dit jaar zijn we van dat idee afgestapt en gaan we een andere locatie innemen dan een gebouw. Mm-hmm. Maar dat is nog een verrassing voor januari. Dus dat moeten we opvolgen, Ben. Dat moet opgevolgd worden. Verrassingen. Zeg, toen jij hier op de schoolbankje op het college zat, dan heb je wel eens rondgekeken in het gebouw. En kan ik me voorstellen, jij met je architectuurogen, wat zou je veranderen aan het gebouw als we je daar geld voor gaven? Aan het gebouw? Oei. Mm-hmm. Ik wist nog wel altijd dat het zeer koud was in de klaslokalen. Okay. Dus misschien iets beter isoleren, maar... Dat kan zijn. Dat is denk ik ook een van de taken van een goede architect. Ja. Goed. Een van de vaste items is ook steeds de out-of-the-box question. We hebben die nog niet prijsgegeven, hè Ben? Nee. Want we doen dit in een 1-take, 1-take, ja, zonder voorbereiding. Het is spannend, hè? Maar fijn dat je er bent. Zeg, ik vernam vandaag dat... onze minister en ook mensen in zijn omgeving wel spelen met de idee om het lerarentekort op te lossen. Zelfs ongediplomeerde mensen daar voor de klas te gooien. Ja. Vertel eens, wat vind jij daarvan? Ik vind dat een zot idee, omdat ja, de persoon die van voor aan de klas staat, zou toch wel serieus wat kennis moeten hebben om mee te geven aan een leerling. Mm-hmm. Ik denk als je uit het middelbaar komt, dat je nog zeer weinig weet effectief. Mm-hmm. Ik vind ook hoe verder dat ik in mijn studie kom, hoe minder dat ik eigenlijk weet. Mm-hmm. Dus ik zou het wel beangstigend vinden moest er iemand van bijna even oud mij de les staan leren van voor. Alright, ik kom toch samen met jou mee. Hè? Dit noemt toch wel de gesproken kennisacademie. Ja. Dat je echt ook wel je naam meezet onder kennis is een vereiste om dan goed je werk en fijn je werk te kunnen doen. Een allerlaatste vraag aan jou, Ben. Is het ook de bedoeling dat je later architect wordt? Dat vind ik een grappige vraag. Ik heb dan wel gekozen voor een studie burgerlijk architect, maar ja, hoe vaker dat ik het ontwerp moet doen elk jaar, hoe minder dat ik eigenlijk architect wil worden. Okay. Maar alle geluk dat ik nog vele opties uit kan met mijn diploma dat ik heb. Mooi. Ik wil je van harte bedanken voor deze open babbel. Hè? Dank je. We gaan de tafel nog signeren. Ja. Ik kan me voorstellen dat jij een mooie handtekening hebt. Oei. Als architect. Nee. Nee, die is al een jaar kom ze tekenen. Hè? We hebben 17 mei 2021, 28 mei 2021. De datum ook. De datum mag je er ook bij zetten. Ja.
En kijker, Ben Jacobs heeft een zeer telegenieke handtekening. Tot de volgende keer. Dankjewel. Ben, bedankt. En kijker, stel het wel.